10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Onder een simpel doek met daarop start en finish werden de lopers in Honos weggeschoten met karbid. De officiële start- en finishboog van de sponsor die was de nacht ervoor gestolen. En zo kon het gebeuren dat de lopers niet onder de bogen door konden. De boog is trouwens nog steeds niet teruggevonden. Dus mocht iemand hem weten, hij is welkom in Honos of bij de sponsor Jumbo Kamphuis in Dalfsen. Daar kan hij ook teruggebracht worden. Prachtige loop, prachtige weersomstandigheden. Heel goed georganiseerd. Een van de best georganiseerde van de omgeving. De nummer 708, de snelle dame 708. En dat is Gerja Zielman. De winnaar is van de 5,9 kilometer. Was het te makkelijk vandaag? Het parcours ligt er wel perfect bij. Ik heb het wel eens gladder en modderiger gehad. Ja, klopt. Ja, en vandaag een lekker zonnetje erbij. Ja, heerlijk weer om te lopen op Oudjaarsdag. Prima. Ja, hoe is dat Oudejaarsdag? Want ik denk, er is niemand in de stemming om te lopen, maar ik zie hier honderden lopers. Vanavond oliebollen, wijntje met vrienden. Dus eigenlijk perfect. Inderdaad, ik ben het niet gewend om op Oudjaarsdag te lopen, maar lekker vrij. Dus ik heb wel tijd om hier te lopen. Ja, en je had weinig concurrentie, in ieder geval bij de dames. Ja, dat verschilt heel erg. De ene keer wel, de andere keer niet. Het is wel leuk om concurrentie te hebben. Ja, hoe was het parcours? Parcours is echt perfect. In het bos leuk parcours ook, smalle paadjes, ook veel brede paden. Aantal plassen en modder onderweg, maar echt glad is het niet. Ja, maar dat hoort ook zo, het heet een cross. Ja, een cross hoort echt glad te zijn, modderig. En, maar goed, het weer is te goed nu. Ja, tevreden over je tijd? Nee, dat had wel wat sneller gemogen, maar ik weet waar het aan ligt, dus... vorig jaar was ik sneller, een halve minuut denk ik. Kijk, maar straks die beker en al prijzen in ontvangst nemen, dan zit het weer helemaal goed. Klopt, lekker oliebollen eten, wijntje en feest vieren vanavond. Ja. Heel goed 2020. Ja, hetzelfde gewenst. Ver voor de winnaar bij de dames Gerja Zielman zien we hier Danny Koppelman binnenkomen. Hij was de snelste bij de mannen in een tijd van 18:46. Voor me staan de snelste Honosters op de 5,9 kilometer. Wie zijn jullie? Ik ben Kirsten van der Pavert uit Honos. En ik ben Roy Nietman, ook uit Honos, buiten. Ja, ik hoor dat jij net in Honos woont. Een jaartje of 5 inmiddels, maar wat is net? Dat is inderdaad een jaar of 5, er is er weer een paar jaar. Echte lopers? Afgelopen jaar begonnen vanwege de strijd van Salland en een beetje door blijven hardlopen. Dus redelijk. En jij? Nee. Waar zie je shirt van Heracles? Ja, ik voetbal normaal in Honest. En dit is in Honest, dus ik pak dit loopje maar even mee. Ja, voetballen in het eerste? Ja. Dat gaat niet zo goed? Nee, we zijn ongeveer bijna onderaan, dus dat moet wel wat veranderen. Ja, wat ga je eraan doen? Had iedereen maar meegedaan vandaag van jullie team? Ja, dat moet eigenlijk wel, hè? Nee, gewoon volgend jaar punten pakken. Volgende seizoen de helft en dat komt helemaal goed. Ja, eigenlijk had je de 10 moeten lopen, toch? Ja, maar dat is weer een stukje verder, hè? Ja, en dat is op Oudejaarsdag? Ja, dat is ook weer niet nodig, nee. Na al die feestdagen, hè, maar dan kunnen die kilo's er wel weer af. Zeker, maar tweede kerstdag ook gelopen in Nieuw-Heten, de cross. Dus toen zijn ze er alweer afgelopen. Dus dit was voor de leuk. Kijk, dus je bent wel een echte loper. We hebben de crosslopen, ik geloof 5 of 6 meegedaan. Dus we hebben er wel aardig wat gelopen, de groepje. Ja, en gezellig groepje, strijd van Salland? Ja, goed, de strijd van Salland is natuurlijk niet om de gezelligheid. Dat is voor een heel goed doel voor de hersentumoren. We zijn een beetje daardoor blijven lopen met zo'n groepje. En dat bevalt eigenlijk wel, lekker actief bezig zijn. Ja, en jullie promoten het natuurlijk zo. Uiteraard, goed doel, dus absoluut. Ja, wat gaat de strijd van Salland in 2020 doen? Iedereen kan zich aanmelden. 22 juni of 20 juni geloof ik. In Heino. En je kan hardlopen, je kan wandelen, je kan paardrijden, je kan fietsen. Je kan van alles doen. En het doel is natuurlijk om geld in te zamelen tegen hersentumoren. Ja, 22 juni, seizoen afgelopen. Honost blijft in de klasse? Dat is wel de bedoeling, ja. Dat gaat gebeuren. En Heracles, of is dit shirt maar gewoon voor de fun, of is het omdat je fan bent? Nee, dit is puur toeval dat ik het shirt heb. Dus, als Honostenaar met wat achtergronden die hier wonen, moet je toch ook een beetje voor pech zijn? Ja, ben ik ook wel, hoor.
Nee, dat is puur toeval dat dit shirt. Hier zien we een van de weinige stroken asfalt die het parcours rijk is. Het parcours dat hoofdzakelijk gaat over mooie landwegen, mooie paden. En dat allemaal op de havenzaten, de landgoederen van de Aalhorst en havenzaten Den Berg. Vrijwel volledig onverhard dit parcours. Prachtig parcours. Door de lanen, smalle bospaden, tussen de bomen door. Heerlijk om te lopen. En de deelnemers zijn dan ook elk jaar weer vol lof over deze loop. En ook over de organisatie met heel veel vrijwilligers van de sportvereniging Honorst, de voetbalvereniging, waar ook het vertrek is op het sportpark De Potkamp. En daar is het ook altijd heel gezellig. Veel vrijwilligers, maar ook veel lopers, ook bij de jeugd lopen. Heel Honorst loopt uit. En dat deed het natuurlijk ook al bij de wandelingen van de Green Shoes, waar ruim 2500 deelnemers aan deelnamen. En nu deze oliebollenloop in Honorst vanaf De Potkamp. Ja, en dat allemaal zonder finishboog. Maar die zal ongetwijfeld weer tevoorschijn komen. Hier zien we nog leuke beelden van Den Aalhorst. Ja, die finishboog, dat is een beetje het verhaal met hier Henk Borgmeijer. Zal hij nog weer onder deze finishboog kunnen staan bij een van de volgende lopen die hij presenteert, waar hij van de speaker is? Dat is afwachten geblazen. Maar het kan maar zo zijn dat in de maand januari deze boog weer tevoorschijn komt bij een ander evenement in Honorst. Bijvoorbeeld op 17 januari, want dan wordt de presentatie gehouden van de plannen en de evenementen die gehouden gaan worden in het kader van 250 jaar Honorst. Maar nu eerst oliebollen.